Lieveke. Wat? Wat denk je van een veranda voor het huis? Wat, een veranda? Mm-hmm. Hey, toe, kom, een veranda, dat is echt nutteloos der nutteloosheden. Ja. Je zit daar nooit. Je hebt je parie gekocht. Mm-hmm. Een veranda is toch tof, Evelyn? Een veranda is goed. Allee, meisje, kom aan. In de zomer zit het buiten, want het is lekker warm. En in de winter, ja, dan zit het binnen, in het stoofje. Ja, ja, maar wij wonen in België. En in België is het net te koud om buiten te zitten en net te gewoon binnen te zitten. Toch? Ik heb echt weer parie gekocht. Dat is geen preparé. Vegetarische. Lekker, hè? Ai, toe, meisje, kom maar. Dus, ik zit niet graag in de wind en ons kleintje ook niet. Dan is beslist dat ze een veranda heeft. Oké, ik zet u een veranda, maar dit is de laatste keer dat je dat argument gebruikt, ja? Zie, hè? Heel wat. Een veranda. Ik weet al wat dat gaat zijn. Een kindje, pijs ik. Oh, maar ik weet niet zeker, hè, want met een stier gelijk die idee, ik zou niet van verschieten dat er een kalf wordt. Shit. Het is zover. Mijn water is gebroken. Oké. Kalm. Zet. Ga zitten. Kalm. Kalm, jij. Kalm. Ja, zuster. Ja. Ja, het meisje. Ja, ze zegt... Het is gewoon... Maybel. Maybel. Ja, gelijk Maybel Carter. Wat weet jij van namen?